Welkom bij de instructievideo. Je gaat naar freedom.voice.nl en je logt in. Als je ingelogd bent, kom je uit op het dashboard. Hier zie je de recente gesprekken en kun je snel naar verschillende modules. Ik ga openingstijden instellen voor altijd gelijk advocaten. Hiervoor ga je naar beheer en kies je onder het kopje opties voor de openingstijden. Kies voor toevoegen. Deze module kost 5 euro per maand en 20 euro eenmalig. Ik ga akkoord met de kosten en klik op ja, ik weet het zeker. Geef de tijdsgroep een naam, bijvoorbeeld reguliere openingstijden. Bij de beschrijving kun je nog extra informatie kwijt. Klik op stap 2. Nu kun je de openingstijden invullen, bijvoorbeeld van 8 uur tot 5:30. Daarna kun je aangeven voor welke dagen dit geldt. In dit geval kies ik voor maandag tot donderdag, want op vrijdag gaat het kantoor een uurtje eerder dicht. Bij periode geef ik aan voor welke datum dit geldt. Nu moet ik vrijdag nog toevoegen. Dit doe ik door op het blauwe plusje te klikken. Hier voer ik de openingstijden voor vrijdag in. Het is handig om direct een extra tijdsgroep te maken voor uitzonderingen en feestdagen. Hierin zet ik de data dat het kantoor gesloten is, buiten de reguliere openingstijden. Deze zet ik straks boven in het belplan. Om deze groep te maken ga ik terug naar beheer en kies ik weer voor openingstijden. Ik klik op toevoegen en maak een nieuwe tijdsgroep aan. Ik noem deze feestdagen en uitzonderingen en ik klik op stap 2. Ik ga alvast de kerstdagen invullen. Ik kies bij uren de tijden waarop ik een aparte voicemail wil laten afspreken. Dit is van 00:00 tot 23:59. Omdat kerst altijd op dezelfde datum is, laat ik alle dagen van de week aangevinkt. Bij periode vul ik 25 en 26 december in. Nu ga ik het belplan aanmaken. Ik klik op belplan en vervolgens op toevoegen. Ik selecteer het nummer wat eindigt op 130. En vul bij de omschrijving hoofdnummer in. Klik op stap 2. In de lege stap selecteer ik tijdsgroep en vervolgens feestdagen, uitzonderingen. Klik op opslaan. Wanneer iemand op een feestdag belt, horen ze de feestdagen voicemail. Deze voicemail had ik al aangemaakt. Ik klik op de stipjes achter stap 1.1 en selecteer wijzigen. Ik klik op voicemail en selecteer vervolgens de juiste voicemail.
Bij voldoet niet aan stap 1.2 druk ik op de stipjes en selecteer ik wijzigen. Ik voeg nu de tijdsgroep reguliere openingstijden toe en klik op opslaan. Wordt er binnen de reguliere openingstijden gebeld, dan moet het toestel 202 overgaan. Dus ik klik achter stap 121 op de stipjes en klik op wijzigen. Ik selecteer VoIP-account en vervolgens 202 en klik op opslaan. Nadat het toestel 202 is overgegaan, moet hij bij meerdere toestellen tegelijkertijd rinkelen. Klik onder het VoIP-account op stap toevoegen. Ik selecteer belgroep 401 en klik op opslaan. Als laatste stap voeg ik de voicemail toe. Ik druk onder de belgroep op stap toevoegen en selecteer de voicemail 501 in gesprek. Belt iemand buiten de openingstijden, dan is er een mogelijkheid om de voicemail in te spreken. Bij voldoet niet aan stap 1, 2, 4. Klik ik op de stipjes en op wijzigen. Ik selecteer voicemail 503 gesloten. Het belplan staat nu goed ingesteld. Als er iemand belt, gebeurt er het volgende. Ik klik rechts van de tijdsgroep bij het driehoekje en zie de periode 25 tot en met 26 december staan. Is het kerst, dan hoort de klant de directe voicemail feestdagen. Is het geen kerst, dan voldoe je niet aan de tijdsgroep feestdagen en dan ga je door naar de reguliere openingstijden. Ook hier kun je klikken op het driehoekje aan de rechterkant om te zien welke dagen en tijden in deze groep staan aangevinkt. De reguliere openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8 uur tot 5:30 en op vrijdag van 8 tot 5:30. Binnen de reguliere openingstijden gaat hij eerst op toestel 202 over, vervolgens op de belgroep met alle VoIP-accounts en neemt er niemand op. Komt hij uit op de voicemail. Buiten de openingstijden gaat het gesprek direct door naar de voicemail. Vervolgens druk ik op opslaan. Het belplan is nu klaar voor gebruik.